Hey, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Het is 9:30. Ik heb al even gedoucht. Ik ga me even klaarmaken. Of in ieder geval, ik ben bezig met mezelf klaar te maken. Als ik klaar ben, ga ik Laila even drinken geven. Even een badje doen. En ik wil eigenlijk naar de stad vandaag. Dus ik moet even kijken. Ik zag dat het buiten echt heel grauwig weer was. Een soort 10 graden. Dus op zich kan dat wel. In de stad waait het niet zo hard. Maar als het al grauw is. Maar eigenlijk moet ik gewoon gaan. Ik heb me klaargemaakt en ik ga toch even buiten kijken. Ik weet niet hoe. Ja, maar het is nog vroeg. Het is 9:45. Ja. Ik ga even een badje klaarmaken en dan. Ilaya ligt nog te slapen. Ik heb wel lekker op de bank neergelegd. Ik lag vanmorgen bij haar. Ja, ik ga een badje klaarmaken en dan wordt ze zo wakker. Lekker even een bad doen. En iets in mijn haar. En dan eten en dan. Weet ik nog niet. Oké, klaar om te gaan naar de stad. Oh, voor het eerst alleen met haar. Oh. Ik ben lekker aan het shoppen. Ja, en is lekker aan het slapen. Hey, ik ben weer thuis en ik heb lekker een beetje geshopt. Nou, wat ik heb gekocht laat ik nog wel zien in een shoplog. Of misschien hebben jullie al gezien, want ik wacht nog even. Ik heb bij de H&M wat dingen besteld. Hoi. En ja, het was echt wel even fijn. Het was niet super mooi weer of zo, maar het was gewoon het was droog. Dus prima. Ilaria vond het ook wel lekker, want die heeft echt de hele tijd geslapen. En die rekt zich nu echt uit. Zo van, oh, ik heb het zo druk gehad. Maar die gaat nu even eten. En dan, ja, ik ben ook wel blij dat ik lekker binnen ben. Warm, lekker. Ah, heerlijk. Dus Ilaria even eten geven. En dan, misschien dat ik nu wat ga editen of vanavond. Vond ik op zich ook wel fijn om de dag af te sluiten met even editen. Misschien even een filmpje kijken of zo. Ja, want hoe laat is het? 2:40. Ja. Even Ilaria flesje opwarmen. Zo, weer lekker leuk geweest. Ah, ik ben echt gelukkig vandaag. Echt heel erg anders dan gisteren. Ik kan echt niet praten. Maar heel groot verschil met hoe ik me gisteren voelde. Maar dat komt gewoon omdat ik naar buiten ben geweest. Ik lig lekker op de bank. Ilaria ligt ook hier. Hallo. En ja, ik heb even een kopje thee gemaakt en zo even eten maken. Even kijken wat we gaan eten. Mijn vader had lamsvlees gebracht. Dus misschien ga ik dat wel, ben ik wel in beeld trouwens. Misschien ga ik dat eten of ja, ik weet nog niet, mijn moeder komt langs en die had het over zalm. Dus ja, moet even kijken. Ah. Er is ook wel nou, weet je waarom ik zo ongesteld wou ik zeggen? Nee, ongelukkig ben geweest. Ik geef borstvoeding aan Ilaila. En als je dit niet interessant vindt, sorry, maar ik moet het gewoon even kwijt. Dat moet je even verder spoelen. Maar ik geef haar dus borstvoeding. En dat doe ik dan zeg maar kolven en dan geef ik dat aan haar. Maar op een gegeven moment is dat best wel zwaar, want ik geef haar drinken. Boertje verschonen, een beetje koetje koetje lief doen. Nou, een uur verder. Dan moet ik nog kolven. En dan 2 uur later, soms 3 uur later, moet ze weer eten. Dus ik ben echt constant bezig. En 's nachts vind ik dat niet erg, want dan is het rustig. Maar overdag heb ik ook nog andere dingen te doen. Dus ik werd daar een beetje ongelukkig van. En als je gaat stressen en zo, dan ja, gaat je melkproductie naar beneden. Dus ik heb nu besloten om dat af te bouwen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En dan gaat het gewoon over op helemaal op kunstvoeding. En dan ben ik ook gewoon wat vrolijker. En daar heeft zij meer aan als ik vrolijk ben. Daar heeft Ferdy meer aan. Daar heb ik zelf meer aan. Daar hebben jullie meer aan. Want dan worden mijn vlogs weer wat leuker. In plaats van dat gezeik en dat depressieve gedoe van mij. Jeetje, Mina. Echt. Denk je dat je 28 bent, getrouwd en een kind. En dan heb je nog van die onzekere, rare momenten. Maar ja, daar blijf je mens voor, denk ik, hè. Blijf je, daar ben je mens voor. Ik kan echt niet praten vandaag. Ah, mopje. Ik vind het zo schattig. Ze begint een beetje te praten. Ik noem het praten, doet ze. Ah, ah. En als Ferdy dan thuis komt en dan gaat ze echt alsof ze gaat vertellen wat ze de hele dag heeft gedaan. Zo schattig. Ga je vertellen dat mama chocolade eet, hè? Nee, heel goed. Maar ik ga nog even lekker hangen en dan komt mijn moeder zo en dan kijk wat ik ga eten. En dit is ons eten. Zalm uit de oven met kruidenboter, sversbonen, aardappel en
curry en een cocktailsausje. Het is 10 uur en ik ben echt heel moe. We gingen de flash kijken en ik zat echt zo. Dus ik ga slapen. Ik leid hem over 4 uurtjes weer drinken. Dus dan... Ik zat te denken om nog even te gaan editen. Maar... Dat ga ik morgen doen. Dus ik zie jullie morgen. Wat rusten. Doei.